Mark, einde van het seizoen. Hoe kijk je erop terug? Ja, bijzonder. Vanwege verschillende redenen. Begin van het seizoen een Europese wedstrijd gehad, wat heel mooi was. En aan het einde van het jaar samen met de vijfde plek. En heb je de hoogste playoff plek. En had wellicht wat meer ingezeten, maar uiteindelijk ja, heb je je doelstelling denk ruim bereikt. En dat is, daar kunnen we trots zijn. Alleen we zijn hongerig en we willen nog meer. En de nodige goals ook van jou dit seizoen? Ja, ja, voor dit seizoen had ik er 3 volgens mij. En nu heb ik er 4 na de winterstop. Dus dat, dat is wel rap gegaan. Ja. En dat is wel opmerkelijk te noemen, denk ik. Dan is die wedstrijd afgelopen. Weet je dat de David Di Tommaso trofee wordt uitgereikt? Ja. Verbaasde het jou dat je hem kreeg? Enerzijds wel. Ik bedoel, als ik zie wat voor kwaliteit we allemaal rond hebben lopen in het veld. En ja, dat is elke keer heel mooi om mee te maken met de gasten op het veld te staan. Alleen ja, goed, het is ook de populairste speler. En blijkbaar ben ik dat geworden. En ik heb heel veel steun gevoeld. En je ziet het wel aankomen enigszins, omdat je via de sociale media wel daaraan wordt herinnerd op een of andere manier. Dus dat is mooi en bijzonder. En dat voelt voor mij als een speciaal stukje erkenning. En dat voelt goed. Kun je hem even omhoog houden? Ja hoor. Deze man. En dan nu de play-offs. Het is SC Heerenveen geworden. Gunstig of had je liever een andere club getroffen? Ja, goed, uiteindelijk moet je ze allemaal verslaan. Wil je die finale winnen? Dus ja, nee, dat voorkeuren heb je niet. Het is een voetballende ploeg die graag wil voetballen, anders dan VVV vandaag. Dus dat vergt een ander strijdplan. Dat zijn de wedstrijden voor woensdag. We gaan nu herstellen zo snel mogelijk en dan gaan we weer werken naar woensdag toe. Je zegt al, het is een andere wedstrijd dan vandaag tegen VVV. We moeten nu herstellen. Ja, in hoeverre is het een goede generale geweest vandaag? Nou ja, het is gewoon prettig dat je hebt kunnen werken aan het vertrouwen door te winnen. Door de nul te houden. Dat is eventjes geleden, dus dat is prettig. We zijn hongerig, we zijn gretig, dus we willen graag weer hetzelfde wat we vorig jaar hebben bereikt. Dat zit goed in elkaar. En dan gaan we alles op alles zetten. De stadionspeaker zei al, jongens, we hebben niet nog 2 wedstrijden te gaan, maar 4. Ja, daarom. Eerste hoorde is Heerenveen. En dat wordt heel lastig. Alleen ja, we gaan er vol voor.